Ik woon graag in de omgeving van Maastricht. Ik kom ook graag in de stad Maastricht, zowel voor mijn werk, maar ook in mijn vrije tijd. Maastricht nodig uit om te onthaasten, maar ook om te genieten van het leven. Wonen in het zuiden betekent dat ik voor klanten in het westen vaak moet reizen. Dat vind ik geen enkel probleem. Ik houd van reizen. Dat doe ik per auto, dat doe ik per trein. Het voordeel van de trein is dat je op je gemak de puntjes op de i kunt zetten voor de betreffende opdracht. Dat je even je rust kunt pakken. Wat waren thema's die we toen in die teamsessie onder andere besproken hebben? Er moet focus zijn. JP5 confronteert organisaties, teams en individuen op een dusdanige manier met een sterke en voor verbetering vatbare punten, dat daarmee de organisatieresultaten zowel aan de harde kant als de interpersoonlijke kant verbeteren. En daar gaat MBTI over. Ik haal mijn inspiratie uit verschillende type mensen, uit verschillende boeken, uit de sport. Een voorbeeld van inspiratie is een boek van Stephen Covey. Dat boek heb ik van iemand gekregen toen ik eind 20 was. Een belangrijke levensfase voor me. Toen ik op een kruispunt stond, ga ik verder met hetgeen wat ik doe, waar ik minder gelukkig van word of durf ik een afslag te nemen. Het eerste wat me triggerde om een eigen zaak te beginnen, ligt weer 10 jaar terug. Dat was het moment dat onze zoon Max geboren werd. Een enorm gevoel van blijdschap voor het eerst dat je een zoon krijgt. En vlak daarna, een tegenovergestelde emotie, mijn vrouw haar leven hing aan een zijdraadje. 2 enorme uiteenlopende emoties die je als jong gezin te verstouwen kreeg. Toen gingen wij ook bij mij een soort van wake-up call. Kreeg ik van Patrick, je bent enorm met je carrière bezig geweest en is het wel na zo'n enorme impact van levenservaring. Ik weet het nog zo goed, we zaten in een restaurant in Kadir een keer en hij vroeg aan mij, Patrick, wat zijn je ambities binnen Nettering? En ik reageerde heel spontaan, ik wil een eigen bedrijf beginnen. En die roeping van binnenuit kwam steeds sterker naar boven.